Voor velen is er nog steeds een Nederland van voor de oorlog en na de oorlog. De oorlog is nog altijd de Tweede Wereldoorlog. Tijdens die oorlog hadden velen een idee hoe Nederland er na de oorlog uit zou zien. Nooit meer oorlog. Nooit meer armoede als in de depressiejaren. Antisemitisme en ongelijkheid zouden zijn uitgebannen. Ook in de kleine kring van het verzet had men uitgesproken opvattingen, al hadden sommigen persoonlijkere motieven. Zoals Willem Arondeus, leider van de verzetsgroep die de aanslag pleegde op het bevolkingsregister in Amsterdam. Zijn laatste wens in de gevangenis was: vertel de mensen dat homo's niet minder moedig waren dan andere mensen. Maar de combinatie van verzetsheld en homoseksualiteit viel niet te rijmen met het naoorlogse beeld van het verzet. In die eregalerij was voor zo'n verwijfde homo geen plaats. Zijn rechterhand, Gerrit van der Veen, werd een nationale held. Arondeus raakte in vergetelheid. Na de oorlog bleek een geheel vernieuwd Nederland een illusie. De vooroorlogse maatschappelijke orde werd gecontinueerd. Ook de strafrechtelijke vervolging van homoseksuelen ging gewoon door. Alle oorlogsslachtoffers hebben op een of andere manier compensatie ontvangen, behalve homoseksuelen. Na de oorlog heerste er een klimaat van werken aan de wederopbouw, met weinig aandacht voor slachtoffers, of het nu Joden, Zigeuners of homoseksuelen waren. Er is zelfs een rapport waarin stond dat in de zin van de wet homoseksuelen niet vervolgd waren. Zij konden nooit aanspraak maken op een uitkering, aangezien zij door de nazi's alleen veroordeeld waren naar seksuele contacten met Duitse soldaten. En dan waren ze natuurlijk landverraders. Vanaf de jaren 70 heeft een bondgezelschap mannen en vrouwen gestreden tegen discriminatie en zich ingezet voor de positie van homoseksuelen. Met de openstelling van het burgerlijk huwelijk lijkt de emancipatie nu voltooid. Alleen knaagt er af en toe iets. Soms voeren homo's en lesbiennes actie om hand in hand over straat te kunnen lopen. Soms worden er homo's in elkaar geslagen. Soms durven scholieren er niet vooruit te komen dat ze homo of lesbisch zijn. En soms leraren ook niet. Heel soms roepen ze in een moskee dat je homo's van een flatgebouw mag gooien. Vaker durven allochtonen niet aan hun familie te vertellen dat ze homo zijn. Nog vaker gebeuren al die dingen in verre buitenlanden. Maar ook in een niet zo verre EU-lidstaten als Polen. Nog veel vaker zijn ze in landen als Egypte, Afghanistan of Iran terug in een land van voor of in de oorlog. Lijden homoseksuelen dat dubbel leven? Vrezen ze verraad en wacht hen geen arrestatie of castratie, maar de doodstraf? In Iran wordt die ook voltrokken en niet alleen maar soms. Laten we vandaag niet alleen de doden herdenken en hen aan wie we te danken hebben dat wij nu in vrijheid kunnen leven, zoals wij zijn. Maar ook allen die dat niet kunnen, vandaag niet en morgen ook niet, omdat zij nog niet leven in een land van na de oorlog. Nederland is altijd een veelkleurig gidsland geweest, dat internationaal als een toonbeeld van ruimdenkendheid en vooral medemenselijkheid geldt. Ik heb er in weerwil van de kille en kortzichtige tegengeluiden alle vertrouwen in dat de Nederlandse samenleving voldoende veerkracht heeft om opgedrongen angstvisioenen te weerstaan. Ik heb er tevens alle vertrouwen in dat Nederland de rug recht en opkomt voor de medemens die verdrukt en vertrapt wordt door totalitaire regimes. En dat Nederland pal blijft staan voor mensen met een andere seksuele geaardheid, homoseksuelen en lesbiennes. Door kapotgeschoten straten, zonder vader, zonder land. Loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven, naar bestemming onbekend. En die man ziet hoe klein je bent. En die man ziet hoe klein je bent. En kun je rustig spelen. Na de winter komt de lente, wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou. Mooie ogen zijn vergiftigd, zijn aan het geweld gewend. En die man ziet hoe klein je bent. En die man ziet hoe klein je bent.